Het mag gebeuren, hè? Dat je album uit gaat brengen op vrijdag. Feest. En dan komt Kendrick Lamar ook uit. Dat wil je toch niet, Mr. Mississippi? Danny en Maxime zijn even aangeschoven. Nou, ook hartstikke goede artiest en mooie plaat. Wanneer komt je uit? Doet je microfoon het wel? Want ik ben aan het kloten hier, zie je? Hallo. Hey, aanstaande vrijdag. Oh ja. Komt tegelijk. Ja, dat is toch een mooi feestje. Kunnen we allemaal feest vieren met z'n allen. Ja, dat zou wat zijn, hè? Hey, jongens, gefeliciteerd. Hij is er. Derde album, tenminste. Nog niet overal vrijdag dus, maar ik heb hem wel hier. Jee. Zal ik er even wat van gaan laten horen? Ja, ja, leuk. Okay. Ja. Want ik riep het net al even. Jullie hebben een nieuwe sound. Klinkt als volgt. Dit is Mirage. Meteen ook titel van het album. Nou? Aan deze. Ja. Echt wel herkend, hè? De gitaareffect. Daar weer paren. Oh, wat hè? Ik ken tempo wel. Nee, de gitaareffecten, dat zijn de bekende pedalen van ons, ja. Dus ja. Die sound is... nee, maar die platen hebben we ook heel veel geluisterd. Ja, zeker wel inspiratie geweest. Ja. Ik vind het zo grappig om die effecten op die manier weer gewoon in een toffe nieuwe sound bij jullie dan terug te horen. Het klinkt op de een of andere manier dan als een oude bekende. Want kijk, het bestaat al jaren, hè? Jimi Hendrix gebruikte het ook. Maar je kent het nu de laatste tijd vooral van Tame Impala. En is het echt met jullie feest erbij. Oh, oké, dat is cool. Ja. Ja, te gek. En het was een hele fijne tijd bij Simon Akkermans in Ketopia. En die hebben ook zoveel mooie spullen en effecten. En hele oude synthesizers, heel veel jaren 80 synthesizers. Dus dat was een... speeltuin voor ons 2 maanden vorige zomer. Ja. Kytopia is de oude Tivoli, waar Colin Berners alias Kiteman nu heel erg veel audio-nerds in heeft weten te stoppen. In ieder hoekje. Ja, we zouden wel eens wedstrijdjes modulair orgelen tegen elkaar. En natuurlijk heel veel muzikantenkennis. En daar mochten jullie dus rondlopen. Ja, hele creatieve dat is superleuk. Plek. Want bijvoorbeeld Marien van Mos was ook toen de tijd heel veel bezig met de plaat. En daar leenden we weer mooie gitaren van. En boven zat Allard Aal. Dus je hebt echt mega mooie synths. Dus het was echt een hele fijne plek om 2 maanden te vertoeven. Ja. Als jullie nu naar het nieuwe album kijken, welke track moet ik ook even een stukje laten horen aan iedereen? Om dit bijvoorbeeld te bewijzen met nieuwe sound en de synthesizers. Nou, stiekem, dat is eigenlijk mijn favoriete track. Dat is Interstellar Part 2. Is wel weer veel anders dan de liedjes die nu uit zijn. Ja, en waarom? Ja, het is gewoon wat donkerder en eigenlijk gewoon bijna meer dancey geworden. Of dancey, ja. Ik zie mezelf wel op zo'n festival staan en... Dansje. Ja, ik weet niet. Oké, okay, even hoor. Naar het Savages concert geweest, of niet? Nee. Godsamme nee, zeg. Doe me er echt aan denken nu. Okay. Ik had ook helemaal zitten luisteren, maar als je het zo uithaalt, ik vat hem wel, ja. Ja. Jongens, vertel eens, het had er ook bijna niet geweest, hè, dit album. Jullie moesten echt even kijken, gaan we nog door, of stoppen we ermee? Ja, even met z'n viertjes om de tafel, met een drankje en even kletsen, ja. Maar het is natuurlijk ook iets heel normaals. Na 4 jaar een soort rollercoaster op die 2 platen, dat we even bij elkaar kwamen van, hey, wat gaan we doen? Ja, dat was ook omdat we een paar songs hadden geschreven die een beetje heel erg ingespireerd door de laatste Suffy Stevens plaat. Eigenlijk een beetje terug dus voor ons naar de eerste plaat. Mm-hmm. Daar waren we helemaal niet blij mee. Dus er was weinig vuur en er was weinig songs waar we blij mee waren. En Tom heeft heel veel, de andere gitarist, heeft heel veel demo's toen geschreven in Groenlo, in de Achterhoek. Oh ja? En daar kwamen voor het eerst die Tame Impala, maar ook heel veel jaren 80, de Cure, de Smiths-achtige sounds uit. Ja, en ook Tom ging ook meer vanuit bas schrijven dan uit gitaar. Ja. Dus meer vanuit bas en drum. En toen werd het toch wel wat, ja... Werd het heel anders. Maar het vuur was helemaal terug. Gewoon echt dat we met z'n vieren echt 4, 5 dagen achter elkaar weer wilden schrijven en repeteren. Zeker. Dus... Ik kan me ook voorstellen dat je niet na zo'n 4 jaren zo... En jullie zijn natuurlijk ook oorspronkelijk van de Herman Brood Academie afgekomen met elkaar. En dan al dat succes beleefd. En echt Edison, meerdere 3FM Awards gescoord ook. Dat je denkt van, ja, ik wil nou wel eens even gewoon met iemand anders wat schrijven. Ja. Nee, dat gevoel hebben we nooit echt gehad. Dat kan je wel hebben als je zeg maar als iemand in de band het even niet ziet zitten of zo. Dan heb je gewoon iets van, ja, wat zijn we nou met z'n allen aan het doen? En daarom was het spannend als je niet met z'n vieren zoiets hebt van, dit wordt het nieuwe geluid.
dan wordt het heel vervelend eigenlijk. En gelukkig met z'n vieren vonden we weer vuur en hebben we 2 maanden bij Simon gezeten. En komt de plaat gewoon, de derde plaat alweer overmorgen uit. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik vond het belangrijkste dat we met z'n vieren nog steeds op één lijn zaten daarin. En omdat we toch die switch hadden gemaakt van, weet je, Sofian weer helemaal terug naar Folky. En uiteindelijk toch met z'n vieren wel weer heel erg die spark vonden en er echt voor wilden gaan. En ja, het kan ook zijn dat de een het minder zo voelt. En ja, bij ons is het wel zo, ja, als er iemand eruit zal stappen, dan is het ook einde band, weet je wel. Dus ik ben heel blij dat we dat gewoon samen weer hebben gedaan. En ik ben zo mega trots op dit album. En dat we weer opnieuw gewoon ons, ja, hebben gevonden daarin. En het voelde ook echt wel als een verademing. Niet op negatieve manier, maar gewoon even lekker wat anders. Ja, je groeit natuurlijk ook als muzikant. En ik zeg altijd, neem het als dat voorbeeld, dat je wel eens foto's ziet van jezelf van 10 jaar terug. En dan denk je van, oh my god, had ik dat aan. En had ik die hoed op? Ja, die hoed echt helemaal schijtziek van nee. En dus nu, weet je wel, dan verandert het ook weer. Dus, natuurlijk. Ja. Ik wil, voordat jullie weer gaan spelen, eerst nog even de favoriete track van Danny Wolf van het album. Ik ga voor de eerste track van de plaat voor Wolfpack. Voor Wolfpack, ja. Dat track die jullie straks ook op internet gaan doen. En waarom deze, Danny? Ja, kan je even naar het einde doorscrollen? Ja, het vind ik gewoon even het outro. Ja, het is best vibe, toch? Ook een beetje lekker gaan dit, hè? Oh ja, dit is jouw favoriete onderdeel om te mogen spelen natuurlijk. Ja, dit doen we ook heel lang live. Echt, ja, dit is gewoon echt een heel fijn deel. Dus daarom zei ik, laten we dit heel lang spelen. Oh. Nee, dit is mijn favoriete deeltje van de plaat. Ja. Wat leuk zeg, oké. Ga vast naar hiernaast, jongens. Yes. Mr. Mississippi live hier in de studio vanavond. Laat me gerust weten wat je ervan vindt via 4x3 of pak de mobiele app van 3FM erbij.